En wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we wat moois maken met deze mooie ondergrond. De ondergrond op zich is al heel mooi, maar we gaan er een heel apart en luxe bloemstuk van maken. Dus heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties, dus dat is super leuk. Op dit moment loopt er nog een winactie, dus wil je daar mee doen? Ga dan eventjes naar het i'tje hierboven. Goed, wil je dit pakket bestellen en hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwlijbloemist.nl. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het dan op Facebook of Instagram. Tag mij en dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Heb je geen Facebook of Instagram, dan kan je ook een review achterlaten op Google onder de naam By Carlijn. Dat zou ik ook leuk vinden, dan doe je ook mee. Dus we gaan gauw aan de slag! Slag met deze mooie ondergrond, wat al een hele mooie basis op zich is met druivenhout. En wat we daar gaan doen, we gaan een mooi bloemstuk inmaken, maar we gaan ook spelen met de ondergrond, waardoor je hem extra apart maakt en het bloemstuk goed terecht laat komen. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst gaan we dit lekschaaltje erin doen met oase, maar daaronder doe ik eventjes mos, omdat je dan het schaaltje straks mooi wegwerkt. En die laat ik er gewoon inzakken. En ik druk hem even goed naar beneden. Zodat je het schaaltje niet meer ziet. Maar het mos niet te ver erbovenuit komt. En daarop leggen we een oase rondje. Dan gaan we aan de slag met berengras. En wat we doen is we steken het door het frame heen en dan steken we hem in het oase stukje. En we gaan straks nog vlechten met het gras. Maar ik verdeel eerst even wat grassen er rondomheen. Als je het een beetje verdeeld hebt, kun je heel leuk het gras ertussen vlechten, omdat het hout ook al eigenlijk een beetje gevlochten is. En je kan het eigenlijk heen vlechten waar je heen wil. Je kan een boog maken, maar speel daar leuk mee. En dat mag je doen met alle grassen die je er op dit moment in hebt gestoken. En zoals je ziet verbind je dan de onderkant eigenlijk al heel mooi met het stuk. Mocht je een net uiteinde hebben die niet mooi vast blijft zitten, leg er dan even een klein knoopje in. Dan heb ik wat asparagus en deze zet ik in de hoogte in de lucht. En dit doe ik op 3 verschillende plekken. En in het midden zet ik ook een mooie javari in de hoogte. En ik hou ook weer de hoogte aan van het schaaltje. En ook zet ik vanuit het midden nog even een bundel met berengras. Dus wat je net aan de buitenkant hebt gedaan, daar doe ik nou een mooie toef in de binnenkant. Dan heb ik mooie Craspedia die ik ook in de hoogte verwerk. Het leuke is trouwens, mocht je nou niet van het gele houden, je kunt Craspedia heel leuk zelf verven. Dus geeft gewoon een kleurtje. Ik heb toevallig toen voor school ook gedaan. Dan gaan we, ik zei al dat we een heel luxe bloemstuk gaan maken. We gaan werken met orchideeën. Ook deze zet ik in de hoogte erin. Zoals je ziet wordt hij al heel mooi. En de onderkant zet ik ook een wat lager
zakje. Dus ik werk op verschillende hoogtes. En kijk hoe luxe en sierlijk dit dan al wordt. Nou is het berengras nog best wel wild en aanwezig. En voor mij mag het wel iets strakker zijn. Dus ik ga het met touw vastzetten aan de takken. Ik maak er dus weer een boog van. Ik pak dan wat meerdere grassen bij elkaar. Die zet ik vast aan het hout. En dat doe ik eigenlijk met alle grassen. Voor mij mogen er nog wel 2 of 3 sprietjes naar boven steken, maar niet te veel. En je merkt nu ook door die buigingen te maken in het gras, dat het heel mooi verbindt met de onderkant, omdat je daar ook een beetje die buigingen hebt. Dus dat maakt hem heel sierlijk. Mocht je dit nou extra willen toevoegen, dan kan je eigenlijk net zoveel grassen verwerken als je zelf mooi vindt. Maar ik vind het heel mooi als je die orchidee blijft zien, omdat het echt een hele luxe bloem is. En op deze manier heel mooi tot z'n recht komt. Ook maak je verbinding met het stuk. Vooral in het begin kon je heel erg zien dat het best wel een hoog stuk is. Maar nu heb je een heel mooi geheel. Mocht je nu nog oase zichtbaar hebben, dan werken we die even weg met wat mos en tillandsia. Omdat ik juist de orchidee centraal wil laten, laten we het bij deze bloemen. Ik werk de mos en de tillandsia compact op het steekschuim. En zoals je ziet hebben we dan echt een heel luxe stuk. Net even anders en heel apart. Maar jullie weten dat ik van curly takken hou en dat ik daar regelmatig mee werk. En dat is in dit bloemstuk ook heel erg mooi. En ik heb ze weer terug op voorraad. Dus ik dacht, ik ga ze hier nog even verwerken. Om nog even iets extra's aan toe te voegen. Het leuke aan deze takken is dat je ze kunt buigen. Dus je kan er alle kanten mee op. En het geeft een heel sterk effect. En daardoor kan je eigenlijk de onderkant nog weer versterken naar de bovenkant. En hier kan je echt leuk mee spelen. Dus ga daar gewoon zelf lekker mee aan de slag. En geeft een leuk plekje. Ik steek het wel in het steekschuim. En er zit dus ijzerdraad in, waardoor het heel soepel is. En zoals je ziet heb je dan echt een heel apart stuk. Dus hou je van een apart stuk, dan is het zeker iets voor jou. En daarnaast is het natuurlijk ook super sterk. Hè? Je kunt met een paar bloemen kun je het bloemstuk elke keer weer heel leuk maken. Dus je hebt er gewoon heel lang plezier van. En de ondergrond is gewoon heel apart. Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je onder een kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op. Dus zo gaat dat. En ja, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat weten wat je van deze video vond. Dat zou ik super leuk vinden. En ik vind het altijd super leuk om te lezen. Al jullie positieve reacties. Dus dankjewel daarvoor. En dan zien we mij de volgende keer weer.